het Uilenkapitool met presentator Maurice Debe. Maurice, kun je iets meer vertellen over de Empeldonkse pronkzitting? Natuurlijk Jan, dat kan ik wel. Dat mag ik de hele avond nog gaan doen. En daar ben ik ook wel trots op trouwens, want we hebben alleen maar Empeldonkse artiesten. En dat is een unicum vinden wij, dat we dat alle jaren nog aantreffen hier. Dat wij een volle avond kunnen maken met zang, dans, cabaret, tompraters en een mooie slagwerkgroep. Het is natuurlijk geweldig om dat hier mee te mogen maken in ons mooie Empeldonk. En wat zijn de hoogtepunten? Hoogtepunten, ik vind elke artiest die op dit podium staat is voor mij een hoogtepunt. De ene vindt zang mooi, de andere vindt dans mooi, de andere houdt van tompater en de andere houdt meer van cabaret. Maar we hebben gewoon verschillende top-acts hier op het podium. Maar het is wel zeker mooi om te melden dat Drie Keer Niks na een aantal jaar weer terug op het podium is. En dat ze dat deze keer met een muzikale virtuoos van de familie Kerkhoff doen, te weten Peter Kerkhoff. Dat is zeker één van de hoogtepunten, zonder daarmee andere artiesten teniet te willen doen natuurlijk. Oh, Hassan, ook op de Empeldonkse pronkzitting. Hallo, ja, ik kom ook altijd op pronkzitting. Het is een mooie zitting van Erp, jongen. Van televisie kom ook altijd op tjoep, of zoiets. Ik weet niet precies, maar het is altijd helemaal. Je moet er allemaal kijken bij je voor Hassan. Hallo! Het is net als andere jaren, het is weer helemaal geweldig. Het is echt, het is elk jaar schoon. Nou zie ik het van een andere kant, maar het is gewoon echt weer super genieten. Het is helemaal, helemaal geweldig. Alleen maar Erps artiesten. Zijn de hoogtepunten? Ja. Je moet zien. De hoogtepunt is Drie Keer Niks. En natuurlijk de prins. Zonder de prins geen pronkzitting. Van de Werf, jij doet ook mee met de pronkzitting vanavond, heb ik begrepen. Want er is een act waarin voorkomt hoeveel jaren je bij de Raad van Elf bent geweest. Nou ja, 44 jaar op de kop af. Sinds vorig jaar. En 44 jaar ook in het bestuur. In de Raad van Elf. En 44 jaar secretaris. Dus een behoorlijke lange tijd. Zeg maar een deel van mijn leven. Een heel mooi deel van mijn leven. Yvonne zelfs in de mond ingehouden, dus ik weet het niet. We wachten het gewoon af. Ik denk dat het weer van heel hoog niveau is. We zijn niet anders gewend de laatste 40 jaar. Dus. Ja. En jullie niet dan? Nou, het is hier altijd mooi. En het makkelijkste is om te gaan zitten en kan die makkelijker hebben. Wat denk je vanavond allemaal te kunnen zien? Ik denk een combinatie van dans en cabaret, dus ik heb er heel veel zin in. Wij zijn helemaal voorbereid en wij treden vanavond dus al 3 of 4 keer op, omdat we natuurlijk heel veel gardes hebben en een hele gave showdans. En we hebben er super veel zin in. Omdat zij heel goede cabaretgroepen hebben en vooral de carnavaleske invullen perfect is. Ik ben heel trots op Erp. Ja, natuurlijk. Maar ik denk ook dat ze dat vroeger van, misschien wel van u hebben geleerd. Dat durf ik niet te zeggen, maar we hebben wel, ik heb wel een fantastische tijd gehad. Begin. De pionierstijd. Altijd mooi. Ik kan me nog herinneren die tijd van jou, Hannes, en Troy Barthes. Ja, fantastisch. En Eddie Brouwers, hij niet te vergeten. En we hadden 3 totaal verschillende buurts en dat was, ja, geweldig. Goed, geweldig. Ik denk er nog met heel veel genoegen aan terug. Mag ik even vervaren, wie zijn jullie? Romee en Janne. En wat zijn jullie aan het doen? Eltjes aan het verkopen. Ja, eltjes verkopen. Dus het verkoopt best goed. 15 eltjes verkocht? Ja. Dus. Nou, ik vond het ja, goed. Goed, ja. Alleen in het begin was het een beetje moeizaam. Maar het was heel goed. Kei goed, kei druk, maar het gaat heel goed. En voor de hoeveelste keer sta je hier al bij de garderobe? Dat weet ik niet. Al jaren, dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen. Dat durf ik echt niet zeggen. Al jaren. Geweldig. Kei mooi. Iedereen vindt hem kei schoon. Dat is het belangrijkste. Toch? Wij beginnen er eigenlijk al voor de grote vakantie mee. Dan gaan wij al artiesten benaderen die we ooit opgetreden hebben. Of artiesten waarvan we ooit gehoord hebben dat ze wellicht mee willen doen. Die gaan we dan al benaderen. En zo proberen wij het programma op te bouwen. En we zijn natuurlijk altijd blij als nieuwe mensen zich aanmelden. Dus bij deze meteen een oproep. Nieuwe mensen, meld je altijd aan. Je kan ten alle tijden meedoen met de Empeldonkse pronkzittingen. En dan zullen wij proberen om jullie zo goed mogelijk te begeleiden. Ik weet dat we vaak geroemd en genoemd worden. Ik denk dat dat gewoon ligt aan onze geweldige artiesten. Dus chapeau voor onze geweldige artiesten. Oké. Okay. Ja,